Ik zit hier met Rachid El-Ghazoui, ook wel bekend als Appa, straatfilosoof. Dat is wel heel lang geleden, maar man met een mening, dat sowieso. Zeker. Goed dat je er bent. We gaan het hebben over verkiezingen, kiezen, stemmen, politiek. En of dat allemaal wel zin heb, om het zo maar uit te drukken. Even over stemmen. Wanneer heb jij voor het eerst gestemd? Heb je wel eens gestemd? Ja, één keer. Okay. Ja, 2009 volgens mij. Oké. Okay. Ja. Waar heb je toen op gestemd? Dat was volgens mij op de PvdA, als ik me niet vergis. En waarom? Ja, omdat dat de partij was waar mijn vader en mijn opa wel eens op hebben gestemd. Dus ik dacht, dat zit wel goed. Oh, het is volgevolgd. Dat dacht ik toen de tijd nog, ja. Ja. Dus één keer. We zitten natuurlijk in een systeem wat zich democratie noemt. Met een partijensysteem waar we voor stemmen. Wat zegt democratie jou in één woord? Ja, om de grote vuurder maar te quoten. Schijndemocratie. Schijndemocratie? Ja, ik geloof niet dat er echt een democratie is in het land. Waarom niet? Omdat er een bepaalde vrijheid voor een ene groep aan de ene kant is, waar die niet geldt voor een andere groep. Dus in hoeverre is die democratie dan echt, voor mijn gevoel? Je hebt het gevoel dat er geen enkele partij is die daarin, althans in het partijensysteem, dat niet iedereen vertegenwoordigd is? Nee, inderdaad, ja. Okay. Ik voel me in ieder geval niet vertegenwoordigd. En samen met mij ook heel veel andere mensen. Dus dat is ook een beetje het geluid wat ik om me heen hoor. Waarom voel je je niet vertegenwoordigd? Omdat er tot nu toe nog geen enkele verandering is op positieve manieren, zeg maar. Ik heb door de jaren heen Nederland erger, van kwaad naar erger zien gaan. Dus in hoeverre, weet je, voor mij althans is Nederland van kwaad tot erger gegaan. Ja, en de verantwoordelijkheid daarvan uiteindelijk ligt dan toch wel bij de politieke partijen. Die zijn toch verantwoordelijk voor de balans in dit land en de route die we zeg maar nemen. Komen we zo op terug. Stel nou dat jij de komende 4 jaar, dat jij Nederland zou mogen regeren. Ja. Wat is het eerste wat je zou doen? Goeie vraag. Het eerste wat ik zou doen, ik zou in ieder geval beginnen bij het onderwijs. Om in ieder geval, weet je wel, de kinderen bij te brengen wie hun buren nou eigenlijk zijn. Of hun medeklasgenootjes nu eigenlijk zijn. Degene die een andere kleur hebben, wat hun geschiedenis is, waar zij vandaan komen. Als die er zijn op school. Want de school is natuurlijk heel veel witte en zwarte scholen. Ook dat nog, ja. Maar ook dat zou een punt zijn die verbeterd zou moeten worden. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, omdat daar begint het allemaal. Uiteindelijk de angst die heel veel mensen hebben, begint uiteindelijk wel vanaf kinds af aan. Of het wordt erin gepeperd. Door ouders en door familie en door de mensen om hen heen. Mm-hmm. Maar ook op school, als er heel weinig kennis is over een bepaalde groep mensen, dan is het heel makkelijk om daar bang voor te worden. En ik denk dat daar de oplossing in ieder geval deels daar ligt, zeg maar. Dus bij het onderwijs. Maar ja. Is dat dan niet ook iets waar de politiek een belangrijke rol in zou moeten spelen? En, zeker. En vind je dat ze dat dan ook te weinig gebeurt? Als je de partijprogramma's erop naslaat, heeft iedereen onderwijs een beetje hoog in het vaandel staan? Ja, maar wat je zegt en wat je doet zijn toch twee verschillende dingen. En ik bedoel, laatst zag ik op Twitter iets voorbij komen. Wat ik toen ook had geretweet. En dat was dan een lesboek op het middelbare onderwijs. Waarin er heel erg wordt gecategoriseerd. Mensen worden gelijk al zeg maar in hokjes gestopt voor kinderen. Dus klik aan of je bij deze vraag zeg maar een allochtoon bent of een autochtoon. Ja. Weet je wel, of die Malmberg-methode was dat. Ja. Precies, ja. En denk bij mezelf, ja, maar waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? Als het, weet je wel, op die manier, nu wordt het heel erg in hokjes gestopt. Terwijl we zouden juist zeg maar, wat breder moeten kijken. We zouden het plaatje zeg maar, wat kleurrijker moeten maken voor de kinderen. In plaats van leren om in hokjes te denken. Of je bent dit, of je bent dat. Mm-hmm. Weet je wel, dus er ligt heel veel werk nog op scholen. Even terug naar jouw jonge roots hier in Amsterdam-Noord. Ja. Opgegroeid. Was politiek überhaupt iets waar je je mee bezig hield, als klein jochie? Nee, toen de tijd niet. Was dat iets wat er toe deed? Op straat, ook onder elkaar? Nee, voor mij was het helemaal niet een issue. Ik wist ook niet wat politiek was toen de tijd. Maar waar ik nu, zeg maar, als ik er nu op terugkijk, dan leefde ik wel onder het effect van de politieke besluiten, beslissingen die werden gemaakt, zeg maar. Alleen je bent er niet van bewust. Op straat is het, weet je wel, je bent Patrick Kluivert of je bent Johan Cruijff of wat dan ook. Je bent aan het voetballen of je bent aan het kickboksen, je bent aan het sporten, aan het spelen met je vrienden. Dat was waar het toen de tijd om draaide.
Maar je merkte, tenminste nu, als ik er nu op terugkijk, merk je natuurlijk wel dat er gewoon een verschil. De blanke kinderen speelden aan die kant van het plein en wij waren aan die kant van het plein. Toen het, als kind zijn, ben je er natuurlijk niet van bewust. Maar als je er nu op terugkijkt, denk je van, joh, eigenlijk best wel bizar dat het op die manier al gaat. Sinds kleins af aan, dat je niet eens bewust bent van de segregatie, zeg maar. Nou ben je wat ouder, maar je komt nog steeds met die pleintjes. Je praat nog steeds met die gasten die daar nu rondlopen. Heb jij het gevoel dat die zich in de loop der jaren juist wel of helemaal niet voor politiek zijn gaan interesseren? Of voor... Ja, ik denk dat het een beetje een trend is geworden, zeg maar, om een mening te hebben. En een mening hebben vandaag de dag is sowieso iets wat politiek getint is. Wat een politieke lading heeft. Ik denk alleen niet dat heel veel jongeren zich bewust zijn van wat partijen voor staan. En dat het daarom ook heel makkelijk is voor jongeren om te verdwalen in de mooie babbels van sluwe politici. Weet je wel, vandaag heb je een politicus die een rapport uitbrengt waarin die vol staat met leugens. En morgen pretendeert die de perfecte leider voor je te zijn. Weet je wel, twee totaal verschillende gezichten. En dat binnen een korte mum van tijd. En jongeren zijn daar voornamelijk niet echt van bewust, denk ik. Je bedoelt dat jongeren zich niet laten naaien door mensen die leugens verkopen? Nee, ik denk sterker nog dat er gewoon heel veel jongeren zijn die zich dat niet eens beseffen. Omdat die kennis nooit tot ze is gekomen. Ja. Ze interesseren zich niet genoeg om te onderzoeken wie die persoon eigenlijk is. Die vandaag met je lacht, maar morgen zwart in je rug steekt. Omdat die gewoon een rapport bijvoorbeeld gaat uitbrengen, zoals een Lodewijk Asscher. Ja, met die Modifaction rapport. Het zijn van die dingen waar jongeren zich niet echt mee bezighouden. Hmm. Weet je wel? En dat, ik vind dat een hele kwalijke zaak. Maar hoe zou je dat dan kunnen? Want daarmee zeg je eigenlijk ook dat jongeren zich heel vaak niet eens realiseren wat er allemaal politiek is. Ja. Dus het feit dat je moet betalen om je stront door te spoelen is politiek. Dat het water wat uit de kraan komt is politiek. Alles is wat dat betreft politiek. Maar dat realiseren ze zich niet. Nou, ze realiseren zich ook niet wat eigenlijk de werkelijke macht is die ze hebben. Ik bedoel, als de jongeren, stel je voor dat 100% van de jongeren in Utopia, dan als 100% van de jongeren zeg maar zouden stemmen, wat voor macht dat daadwerkelijk is. Als 100% van die mensen zouden stemmen, wat voor macht dat is. Maar voordat je daar kunt komen, moet je natuurlijk een bepaald bewustzijn creëren bij mensen. Dat ze wel daadwerkelijk begrijpen wat het nou eigenlijk is, wat politici daar horen te doen in de Tweede Kamer. Ja. Zij zijn niet de baas over ons, wij als mens zijn de baas over de politici. Maar die balans is er niet meer. Mensen begrijpen niet. We kijken nu naar de politiek alsof zij degene zijn die ons zeg maar, het antwoord moeten gaan geven. De oplossingen zullen gaan bieden. Maar dat is allemaal niet zo. Maar zie jij de politiek dan meer als een spelletje wat niet daadwerkelijk met de werkelijkheid te maken heeft? Ik denk dat mijn visie zeg maar, op de hedendaagse politiek is... Ik zie het niks meer dan een... In mijn optiek een soort van belangenorganisatie voor multinationals, voor bedrijven. Want ik zie ze wel de belangen behartigen van die bedrijven. Wetten doorvoeren waar mensen met bepaalde... mensen met geld, zeg maar, meer aan hebben dan het voetvolk. Dat is waardoor belastingtechnisch en precies, weet je wel. Dan denk ik bij mezelf, maar het klopt toch ook niet dat wij 21% belasting moeten betalen daar waar bedrijven 2% volgens mij belasting betalen. Nederland is een belastingparadijs voor multinationals. Weet je, die balans, het klopt niet. En dan denk ik bij mezelf, ja maar hoe dan? Ja. Weet je wel, het voetvolk wordt volledig vertrapt. En denk van ja, maar wie heeft jou nou daar in de Tweede Kamer gezet? Zijn wij als mensen, zeg maar? Nou ja, degene die stemmen dan. Maar waarom behartig je de belangen van deze mensen niet, maar wel van multinationals? Nou ja. Dat zijn van die vragen die ik me dan stel, weet je wel. Maar... Dan komt 15 maart eraan en dan ga jij niet stemmen. Ik ga niet stemmen. Nee. Waarom niet? Omdat ik niet geloof in de politiek. Ik geloof niet dat de politiek het antwoord voor ons heeft. Tegelijkertijd zeg je net, als al die jongeren die zich niet realiseren wat voor macht ze hebben, ze in één keer met z'n allen wel zouden gaan stemmen. Dat zou een enorm machtsblok zijn. Maar alles is vals, zeggen ze wel eens. En het ding ook is, we moeten nog een hele lange route bewandelen voordat we zeg maar, bij een bepaalde bewustwording zijn. Waardoor je echt beseft waarom je zou moeten stemmen. Er zijn nu geen partijen op wie we zouden kunnen stemmen, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Die echt de belangen behartigen van mensen. Er zijn geen partijen of geen politieke leiders, voor mijn gevoel, op dit moment aanwezig in de Tweede Kamer, bij wie ik het vertrouwen heb of het gevoel heb dat zij ook daadwerkelijk zullen strijden voor de belangen van niet alleen mij, maar gewoon van de mens. Weet je wel?
Mensen die echt iets willen veranderen op lange termijn. Mensen die echt het onderwijs willen aanpakken. Mensen die kinderen bij de roots willen beginnen. Om kinderen in ieder geval een gekleurd plaatje te geven van dit land. Van de mensen die hier wonen. Weet je wel, ik zie dat totaal niet. Dus je bent op zich niet tegen het systeem van een politieke, dus een vertegenwoordigende democratie? Nee, zeker niet, zeker niet. Maar je hebt het gevoel dat er op dit moment geen partij is die... Wat ik voornamelijk zie, is ik zie te veel verkeerde mensen op de juiste posities. Ik zie foute mensen op de juiste posities. Dat is wat ik zie. Die posities moeten er wel zijn. En wat is er fout aan? Waar heeft het mee te maken? Heeft het te maken met ego's dan? Of met verkeerde... Ja, belangen denk ik. Ik denk dat het draait om belangen. Weet je wel, op het moment dat iemand die een mening heeft, wordt afgebrand... terwijl iemand anders die een mening heeft gewoon volledig vrij wordt gelaten in het uiten daarvan... tot in de meest extreme excessen toe. Er is geen balans, er is geen eerlijkheid. Dus in hoeverre zullen de politieke leiders zich daarover uitspreken? Ik heb een keer een gesprek gehad met Denk. Het was in de tijd dat ik net begon met... die demonstratie voor Palestina. Ja. Heel veel mensen kwamen erop af. Heel veel mensen die keken en die luisterden toen ook naar me. En toen werd ik uitgenodigd door Denk. En op een gegeven moment, toen ik werd afgebrand in de media... toen zeiden ze bij Denk ook van... ja, wij kunnen niet echt gelieerd worden op dit moment aan jou. Ik denk bij mezelf, als het dan zelfs bij een partij als Denk... weet je wel, op die manier gaat, denk bij mezelf... ja, maar als je nu niet voor mij zou willen strijden... voor wie wil je dan wel strijden? Mm. Als het te heet wordt, weet je wel. Je bedoelt omdat jouw mening op dat moment die je daar ventileerde... misschien voor mensen onwelgevallig was? Want daar werd behoorlijk stekelig op gereageerd? Op basis van die mening werd ik wel uitgenodigd daar... in de Tweede Kamer bij Denk, op kantoor. Yeah. Maar omdat de rest van Nederland, althans, dat was een beetje tendens... maar het waren gewoon bepaalde figuren in de media... die dan hele nare dingen over mij schreven en heel veel aan het liegen waren. Omdat dat dan op een gegeven moment steeds groter werd, zeg maar... dan trokken ze de handen van me af en denk bij mezelf... ja, dat was eigenlijk de enige politieke partij waar ik geloof in had... waarvan ik dacht van ja, zij gaan misschien wel een soort van... sneeuwbaleffect kunnen creëren van verandering. Maar snap jij, als je dit dan, laat me zeggen, aan de lijf hebt ondervonden... Hè? Je hebt iets gezegd... Nou, laten we even in het midden wat we daar dan ook van moeten vinden... maar je hebt iets gezegd, er was een duidelijke mening... Ja. stevige mening... Ja. Dat je merkt dat op het moment dat dat gebeurt... dat mensen dan zich van je afkeren... Ja. Boos op je worden... Ja. Snap je dan ook waarom politici soms dingen zo voorzichtig formuleren? Nee, ik vind dat juist de politici niet voorzichtig zouden moeten zijn... Zij zijn degene die daar op de voorfront zitten. En als je op de voorfront vecht, dan moet je klappen oplopen. Dan moet je die schade durven oplopen. Je moet het aankunnen. Je moet tegen een stootje kunnen. Mm. Ik zou helemaal niet zo'n harde mening moeten hebben... als wij politici hadden die de mening zouden ventileren van niet alleen ik... maar ik bedoel, de statistieken spreken voor zich... hoeveel mensen achter mij stonden op het moment dat ik die mening aan het ventileren was. Het is een hele grote groep mensen die dan in één keer wordt weggewuifd. In één keer wordt weggezet alsof het... alsof het helemaal niet belangrijk is wat we vinden. Mm. Weet je wel? En daar hebben wij juist die politici voor nodig. Dat zijn juist degenen die daar zouden moeten staan... om die klappen op te vangen. Dat moeten wij niet doen. Ik zou niet mijn carrière en mijn leven moeten verliezen... omwille van iets wat een politieke partij of een politieke leider zou moeten doen. Tegelijkertijd wil je dingen. En vind je dingen. Zie je dingen. Noteer je dingen. Word je boos van dingen. Ja. Dat zou een hele goede reden kunnen zijn om je... juist wel politiek in te zetten, maar dan misschien zelf wel politiek in te zetten. Ja, dan schieten ze me dood. Ja? Als ik de politieke ga, schieten ze me dood. Dat kan ik je garanderen. Om wat je vindt? Nou ja, het gaat niet zozeer om wat ik vind, alleen het is ook de manier... Ik heb geen angst. Weet je wel, ik ben bang voor God. Ik ben een gelovig man, dat ik niet altijd mijn geloof goed praktiseer, ja. Weet je, ik doe mijn best. Weet je, ik zoek nog de puzzel van dit leven, probeer ik nog uit te zoeken en de juiste stukjes op de juiste plekken te zetten. Maar ik denk, het gaat ook om hoeveel mensen heb je achter je staan. Kun jij mensen beïnvloeden? Ben jij iemand ben je een charismatisch figuur of niet? Hoe echt ben je? Ben je iemand die te breken is? Ben je iemand die te buigen is? Ben je iemand die... Weet je, ik ben dat niet. Ik ben echt, ik kom van niks. Ik heb niks te verliezen. Ik meen wat ik zeg. Ik kan het goed hebben of ik kan het verkeerd hebben. Mm. Het is wat het is. Weet je wel, maar... Ik ben echt, ik ben niet plastic. Er is niks neps aan mij. Weet je, maar... Ik weet niet, maar ik geloof ook niet dat mijn antwoord in de politiek ligt. Echt. Sterker nog, ik geloof ook niet dat we politiek nodig zouden moeten hebben. Weet je wel, als wij dit gesprek zo met elkaar kunnen voeren... op basis van, we zijn mens en we vinden wat.
Voor mij tijdens dit gesprek is het niet belangrijk dat jij een blanke man bent. Hmm. Volgens mij is het voor jou ook niet belangrijk dat ik een Marokkaanse jongen ben. Nee. Weet je wel? En dat is de basis vanuit waar wij zouden moeten vertrekken. Dat is het vertrekpunt voor iedereen. Het enige is, mijn gevoel. Nou je dat zegt, voor mij is het nu niet belangrijk dat jij een Marokkaanse jongen bent. Ja. Het enige wat ik wel weet, is dat er heel veel jonge Marokkaanse jongens zijn die naar jou kijken. Hè? Ja. En zich in jou wel bijvoorbeeld vertegenwoordigd voelen in hun gevoel. In het feit dat, nou ja, het feit dat, ze, dat er uitsluiting is, dat mensen als je een winkel binnenkomt naar je kijken, dat zijn dingen die jij kan verwoorden. Maar dat vinden ze dus blijkbaar niet in die politiek. Ja, maar wat die jongeren ook zien, is hoe je wordt afgemaakt op het moment dat je je mening hardop verkondigt, zeg maar. Dat zien ze ook. Waardoor ze dan ook het gevoel hebben van, weet je wat, laat maar zitten, dan zeg ik liever niks. Dan ga ik maar verder met wat ik aan het doen ben, dan leef ik gewoon rustig mijn leven. En het is goed zo. Ja. Blijkbaar als je echt achter iemand gaat staan of als je echt zegt wat je vindt en het beestje bij de naam durft te noemen, dan is dit het risico wat je gaat lopen. Je loopt het risico dat je carrière wordt vernietigd, dat je wordt, weet je wel, besmeurd met leugens en dat er zoveel ongein over je wordt geschreven dat op een gegeven moment dat je alles verliest wat je hebt, weet je wel. En dat klinkt als dat nu met jou zo is. Dat is bij mij gebeurd, ja. Ja. En daar is voor de rest geen enkele haan die er naar kraait, weet je wel, want ze zijn mensen als ik liever kwijt dan rijk. Weet je wel, dat is, maar goed, dat is het risico. En ik vind het verder ook niet erg, hoor. Ik ben er heel lang heel boos over geweest. En nu maakt het maakt me niet meer uit. Omdat, weet je, voor mij is het allemaal een kwestie van... weet je, als ik me nog langer laat raken door dat soort dingen, dan gaat het eigenlijk meer om mijn ego. Het gaat niet langer meer om wat ik vind. En ik vind de strijd die we zouden moeten voeren vele malen belangrijker dan ikzelf. Weet je, ik ben iemand die... Ik zou doodgaan voor waar ik in geloof. En ik heb het niet over per se islam of wat dan ook, maar gewoon mijn principes, weet je wel. Ik heb niks te verliezen wat dat betreft. Dus dat mijn leven en mijn carrière in de tering is geholpen, nou ja, prima. Weet je, sta ik weer op, ik veeg mezelf af en ik ga gewoon weer verder. Dat is hoe ik altijd ben geweest. Dus ik ben nu gelukkig een beetje over mijn woede heen. Dan gaan we gewoon weer verder. Nog even terug naar de politiek. Ja. Want... Maar ik zeg, 15 maart komt eraan. Jij gaat dus niet stemmen. Daar heb je heel duidelijk jouw redenen voor. Wij als iedereen vinden het toch wel belangrijk dat mensen... in ieder geval op deze korte termijn... want ik denk dat wat jij wil, dat iets is wat een heel lange termijn ding is, toch? Uh-huh. Dat je op de korte termijn, als je politiek bepaalde bewegingen... of wil tegenhouden, of wil sturen... of wil naar een bepaalde richting wil helpen... dat je misschien wel zult moeten gaan stemmen. Ja, ik vind het goed als mensen gaan stemmen, hoor. Je moet het zelf weten. Als je wil stemmen, moet je stemmen. Als je het gevoel hebt dat je wat kunt veranderen, ga je gang. Stem. Maar daar kan toch ook wel iets veranderen? Ik bedoel, wij zitten nu... Het kan, ja. Ik weet het niet. We zitten al langere tijd met een Partij van de Arbeid-VVD-regering... die, nou, laten we zeggen, na deze verkiezingen, dat zou kunnen veranderen. Het kan alle kanten op. Maar dan vraag ik me af, wat gaat er dan precies veranderen? Ja. Wat gaat er veranderen als je stemt? Dat een partij kan winnen, oké, nou laten we zeggen GroenLinks wint. Ja. Jesse Klaver wordt minister-president. En nu? Zal er toch wel iets anders worden? Ja, wat? Nederland is niet mooier of beter of sterker geworden door de jaren heen. Ik zie het aftakelen met wat voor regering we ook hebben gehad. Weet je wel, ik ben nu 34. En al die jaren dat ik op deze stukje planeet heb geleefd... heb ik het niet mooier of sterker of beter zien worden. Ik zie Nederland echt naar een richting afglijden waarvan ik denk van nu begint het heel erg eng te worden. Hoe mensen nu tegenover elkaar worden gezet. De tendens wat er nu heerst, de sfeer die er nu hangt. Weet je wel, rechtsextremisme, hoe zwaar dat nu is gaan hangen. Dat mensen nu bang zijn geworden om een mening te ventileren die niet echt rechts is. Hmm. Dat je volledig wordt afgebrand. Weet je, we zien wat er allemaal gebeurt in de rest van de wereld. En het NOS spreekt er niet over. Ik bedoel, wat heeft de politiek dan verder met dat soort dingen te maken? Niks. Daar ligt de verandering. Het ligt niet in de politiek. Ik geloof niet dat stemmen iets zal veranderen. Weet je, en als stemmen echt iets zou veranderen, dan was het wel illegaal geweest. Want? Ja, dat is hoe ik ernaar kijk. Als stemmen echt iets zou veranderen, dan was het wel illegaal geweest. Want dan kom je weer in een knoop met belangenorganisaties, multinationals en dit en dat. Daar ligt ook heel veel... daar moet je ook naar kijken. Het gaat ook... volg het geld als je wil weten hoe een systeem in elkaar zit. Ja. Follow the money. En dan zie je vanzelf wel waar het... Zegt, hè, dat de politiek dan, dat het maar marginaal verandert. Ik bedoel, er veranderen wel dingetjes, maar het verandert voor jouw gevoel marginaal.
Dat, heeft, dat is inherent aan het feit dat we in een democratisch, dat het, met een democratisch systeem werken. Zou het anders zijn als, het, als er één grote leider zou zijn die gewoon alles zou kunnen bepalen? Ja, die systemen kennen we ook natuurlijk. Ja, de dictatorschappen natuurlijk, dat kennen we wel. Nou, ik denk dat we niet zozeer moeten vasthouden aan het idee dat leiderschap het beter zal maken voor ons. Het ligt aan ons als individuele mens. Kun jij beter omgaan met jouw buren? Gun jij een ander hetzelfde wat je voor jezelf gunt? Daar komt het uiteindelijk op neer. Als jij die mentaliteit vasthoudt, als jij zorg draagt voor een ander, als jij, weet je wel, liefde hebt voor je naaste, dat is waar het uiteindelijk om draait, man. Het draait niet om politiek of regels of wetten die ons moeten worden voorgeschreven door anderen, zodat wij een bepaalde route kunnen gaan bewandelen. Weet je wel, dat is zo minimaal, het is zo onbelangrijk aan het einde van de dag. Weet je, hoe gaan wij met anderen om? Weet je, je onderbuikgevoel, ja, dat hebben we allemaal. Racistisch zijn we allemaal. Mm. Weet je, we zijn toch ook allemaal moordenaars? Alleen in hoeverre ontwikkelt het zich? En dat is waar wij nou moeten gaan kijken. Dat moeten wij dus zeg maar een beetje in de hand leren houden. Dat op het moment dat er heel veel haat wordt gecreëerd, dat wij dat niet te veel laten meegaan binnen in onszelf, zeg maar. Weet je wel? Je merkt dat is ook iets waar jij volgens mij heel erg mee bezig bent. Om die woede die je in het verleden nog wel eens hebt laten knallen. Ja. Waardoor... Het is een opbouw van 34 jaar lang, bij wijze van. Het bouwt zich op, het bouwt zich op en op een gegeven moment komt die snap. Nou, bij mij kwam het door heel veel onrecht, maar bij een ander kan het komen omdat bijvoorbeeld een Geert Wilders gewoon de vinger op de juiste plekken weet te leggen. De manier of de reden waarom je ontploft is voor mij niet echt belangrijk. Het gaat erom of het nou aan de linkerkant of de rechterkant van het spectrum is. Het is exact. Ja. Het gaat erom het feit dat het ontploft en dat is iets waar wij op zouden moeten focussen. Daar moeten wij wat aan doen. Het extremisme van links en van rechts komt vanuit hetzelfde gevoel feitelijk voort. Uiteindelijk wel, ja. En de redenen tot ontploffing, dat is voor mij niet echt belangrijk. Het gaat erom, weet je, die ontploffing zou er niet moeten zijn en als het is geweest. Weet je, wat doen we eraan om dingen te veranderen? En dat begint dus in het klein. Bij jezelf. Bij jezelf. Ja. De standaard slotvraag van dit gesprek is, wat deed jij in 2017? Zoeken naar oplossingen om het beter te maken. Om wat beter te maken? Mijn leven, het leven, het leven van anderen. En zoveel mogelijk liefde te verspreiden, zoveel mogelijk waarheden naar mijn gevoel, naar mijn visie te verspreiden. En ja, een goede intentie hebben. Een beter mens willen worden. Bezig met die verandering om van een, de butterfly, weet je, van een rups naar een butterfly te gaan. Ja, dat is een zou je dat in Nederland doen? Ik hoop het. Ik ben hier geboren. Ik ben, ja. Ook dat is weer een struggle. Ben ik Marokkaan? Ben ik Nederlander? Wat ben ik eigenlijk? Mm. Weet je, dat is ook weer een strijd die je moet gaan voeren. Het zijn van die dingen die je onbewust toch meeneemt. Al die jaren waarvan je denkt, het is eigenlijk heel simpel. Hè? Dat is het helemaal niet. Als je er echt goed over gaat nadenken, dan is het helemaal niet zo simpel. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar ik met me bezighoud in 2017. En hopen dat ik de lessen die ik heb geleerd kan delen met de mensen die het zouden willen horen. En daar volgt hopelijk het album Straatfilosoof 2 voor. Dankjewel, man. Thanks, man.